weer slecht hoor. Zo in de voeten van Toornstra. Die geeft hem aan Kuyt. Die laat hem lopen voor Vilena. Dit is wel aardig. Nou, diepte zoeken Elia. Die Elia krijgt de bal ook in de voeten. Algiro Elia moet ik zeggen. Neemt de bal aan. Met Van der Maro en Lewin tegenover zich. Gaat weer naar binnen. Legt de bal dan helemaal breed op Karstop. Haal een keertje uit. Karstop. Haal uit jongen. Deze combinatie met Kuyt. Kuyt in het 16 meter gebied geeft hem voor. Kopbal van Kramer. Ja! Michiel Kramer mist de kans en komt hem binnen. Hij wordt gek. Gaat naar de band. Een prima aanval over rechts. En Kramertje, Kramertje, Kramertje met de 1-0. Tegen langzaam gaat hij naar de hoek. Tegen langzaam. Maar Bednarek is te laat. Helemaal te laat. Dus 1-0. Haha. Hij verkijkt zich, die keeper. Hij is te laat. Hij is gewoon te laat met die actie. Ja, het is Karstorp die opstoomt en dan denk je, haal een keer uit, haal een keer uit. Hij geeft die steekbal op Kuyt en die legt hem zo op het hoofd van Kramer. Michiel Kramer! Ook Peter Houtman zegt het en in het uiterste benedenhoekie passeert die Bednarek. En Feyenoord, 3 minuten voor de rust, op voorsprong.